Goedemiddag, mijn naam is Kiki Bult. Op het moment woon ik in Amsterdam en werk ik bij Chaux Bleu in het Cura Hotel. Woorden die bij mij passen zijn enthousiast, leergierig, spontaan en gastvrij. Ik volg de Cas Spijkers Academie aan het ROC van Twente, gastronoom sommelier niveau 4. Ik heb niveau 1 en 2 versneld gedaan. Er is wel heel vaak tegen me gezegd dat ik het niet kon en dat ik niet goed genoeg was. Maar ik wist altijd al dat ik gastvrouw wilde worden, dus ik heb gewoon doorgezet. En toen ben ik niveau 3 gaan doen. Op het moment ben ik nog bezig met niveau 4. En ik denk dat het de kracht is van de juiste mensen om je heen verzamelen en doen wat je leuk vindt. Ze wist precies de weg die ze wil bewandelen en het is haar gelukt. Ze heeft altijd gepresteerd boven verwachting en zelfs misschien wel boven kunnen. Afgelopen augustus is Kiki bij ons begonnen bij Chaux Bleu Restaurant. Grote uitdaging voor haar, maar ze doet het onwijs goed. En ze is tot nu toe zo ontpopt als een fantastische gastvrouw. Super spontaan, heel leergierig. Als ik aan Kiki denk, wervelwind, enthousiast, altijd op tijd, betrouwbaar, loyaal, harde werken, gepassioneerd, kan ook geëmotioneerd zijn, fanatiek, altijd de lat hoog leggen. Altijd. Rond de klok van 2 uur vertrek ik altijd thuis. Ga ik op mijn scooter hier naartoe, naar het Okura. Dan kom ik binnen, dan ga ik me omkleden, zorgen dat ik er tiptop uitzie. Op het moment dat zij binnenkomt, bam, dan komt daar iemand binnen. Rond 3:50 is de dagstart. En dan bespreken we de mise en place. Good afternoon everybody. For tonight we have 35 guests. Kiki in de omgang met de collega's is ook heel fijn. Ze is heel netjes, vriendelijk en behulpzaam. Dat is Kiki, ja. We hebben verschillende taken en elke dag roleert dat. Dat is juist heel leuk, want het is heel variërend. Zoals borden poleren, glazen poleren. De suite opbouwen, dus aan de pas bij de keuken. Tafels strijken. We strijken het logo erin. Dat vinden gasten ook altijd heel mooi. En één plek waar ze echt op de plek is, is bij de suite, vlak bij de koks. Ja, waar Kiki helemaal op de plek is, dat is in onze keuken. Ons domeintje, maar een ontzettend belangrijke rol. Omdat ja, zij zijn toch de vertaalslag tussen de keuken en de bediening. Dus de leidinggevende voor. En op het moment dat we een drukke avond hebben en alle bonnen komen tegelijk binnen, hebben we veel bijzonderheden en allergieën. Maar het loopt toch? Ja, dat vind ik heel leuk. Dat is een hele grote verantwoordelijkheid. En Kiki voert die rol perfect uit. Daar heeft ze het echt helemaal onder controle. Organisatorisch echt een topper. We zijn zo blij met Kiki dat ze een baan heeft aangeboden gekregen bij restaurant Chaux Bleu. De warme deken die de gast graag wil. In de toekomst wil ik graag een eigen restaurant. Samen met mijn vriend. Hij is kok. Het lijkt me fantastisch om die droom samen te verwezenlijken. En ik denk op het moment dat je hart volgt dat er heel veel mogelijk is. Dit is mijn ding en ik word hier gewoon heel blij van. En vanaf dag 1 dacht ik van, wauw, dit is echt een topper. Kiki verdient zeker jouw stem. Echt een ware uitblinker. En gasten die lopen met haar weg. Stem op Kiki, want ze verdient het. Zij is de regisseur van verrassingen op een avond. Zij zorgt voor de warme deken voor de gast. Gewoon een belevenis als gastvrouw. Stem op Kiki. Yeah!